Mei 2007. Het is even zoeken op Schiphol. Ik heb gewoon even geen idee meer. Maar daar is hij dan toch. Hernán Huacho, de uitvoerend directeur van Chacana. Een Boliviaanse Aymara-indiaan. Voor het eerst heeft hij zijn vaderland even verlaten voor een studiereis naar Nederland. Hij wordt opgehaald door Hilvert en Heidi, de twee andere oprichters van ontwikkelingsorganisatie Chacana. Drie maanden later, de luchthaven van La Paz. Aankomst van de Chacana-bestuursleden Jan van Zijl en Ella Kalsbeek. Voor de tweede keer komen ze naar Bolivia om de voortgang van de projecten van Chacana te bekijken en te bespreken. In deze korte reportage kijken we met een Nederlands oog naar Bolivia en met een Boliviaans oog naar Nederland. La Paz is de hoofdstad van Bolivia. Het centrum oogt sfeervol en bedrijvig. Maar de schijn bedriegt. De stad kan niet verhullen dat we hier in het armste deel van Zuid-Amerika zijn. Bolivia, ooit geplunderd door de Spanjaarden, is getroffen door vele oorlogen, die zonder uitzondering allemaal werden verloren. Even buiten La Paz ligt Achucaya. Hier begon Chacana een irrigatieproject om de landbouw tot ontwikkeling te brengen. Deze watertank van 100.000 liter heeft Chacana 2 jaar geleden gebouwd. Hier hoort nog 800 meter irrigatiekanaal bij. Het water dat opwelt uit de grond, eigenlijk uit de zijkant van de heuvel, dat wordt er opgevangen hier. 'S nachts loopt de tank helemaal vol, 100.000 liter. Overdag zetten ze dus het irrigatiekanaal open, hier beneden. En zodat de 100.000 liter gebruikt wordt voor irrigatie voor 400 gezinnen. Ya no se filtra, ya no se pierde en las sequías, porque directamente llega a la chacra. Más o así, entraba, penetraba adentro, algunas partes rebalsaba hacia antes. Ahora me decía, muy diferente. Inmiddels hebben de boeren Chacana gevraagd ook te helpen met het uitbreiden van de irrigatiekanalen. In mei maakt Hernán kennis met de wijze waarop we in Nederland grond ontwikkelen en water verplaatsen. They build 3 mills. 1, 2, 3. They're standing over there. Hernán bekijkt vanaf het water en vanuit de Euromast Rotterdam en de haven. Os llamo un bienvenido muy cordial. Estoy muy alegre que todos ustedes han venido. Aquí este encuentro boliviano-holandés de Chacana. Op een bijeenkomst in Amsterdam geeft Hernán voor Bolivianen een lezing over het werk van Chacana. Asimismo, fomenta el crecimiento económico sobre la base comunitaria ampliada. También, conseguir acceso más equitativo a los medios de producción, mercados y servicios. Promover la gestión sostenible de los recursos ambientales. Hernán vertelt ook over het nijverheidscentrum dat Chacana in Bolivia heeft laten bouwen. Een week voor de komst van de bestuursleden is het centrum officieel geopend. 50 vrouwen krijgen les op traditionele weefgetouwen. We coördineren nu alle acties rond de vrouwen, want ze moeten niet alleen die technieken zich opnieuw eigen maken, maar dan moet natuurlijk ook gewoon gekocht worden. Dus er moet een marketingstrategie gemaakt worden, er moet opgeleid worden over hoe ga je om met kleuren, met patronen. Nou, dat coördineert Chacana allemaal. Nosotros por eso anteriormente yo me estaba reclamando que podemos tener una tienda en Holanda. Y también las compañeras con esa decisión han venido a aprender que saquemos el futuro, bien que salga nuestro producto para otro país.
Een andere dag van het bezoek. Een reis van bijna 12 uur door de bergen. Op weg naar de regio Chuma. Chacana is 5 jaar geleden opgericht met het doel eigenlijk alleen maar om de leefomstandigheden van de mensen hier, de indianen hier, in de hooglanden van Bolivia, waar de omstandigheden bar zijn, om die enigszins te verbeteren. Twee jaar geleden bouwde Chacana in 2 dorpen groentekassen. De aproximadamente 45 carpas solares. La dimensión de las carpas solares está construida en 50 metros cuadrados. Hernán bezoekt tijdens zijn reis door Nederland ook de kassen zoals die hier worden gebruikt. Een kleine cursus moderne tuinbouw. ¿Cuál es el rendimiento, digamos, por hectárea? ¿Cuánto tiempo es desde el inicio hasta el crecimiento del tomate al mercado? ¿Y qué cuidados más necesita, digamos, desde el inicio? Het Westland maakt een onuitwisbare indruk op de Boliviaanse indiaan. Hoog in de bergen is een bijeenkomst belegd met vertegenwoordigers van 8 dorpen. Inzet is een plan voor 200 nieuwe groentekassen. De mensen moeten van ver komen. Ja, de plannen zijn eigenlijk om voor nog wat meer dorpen, en bij dorpen moet je denken aan kleine gemeenschappen van 20, 30 families, om hetzelfde te bereiken voor nog wat meer dorpen. We bouwen hele kleine kastjes waar groente verbouwd kan worden. Gezond voedsel voor de kinderen, meer vitamines. We kunnen hier niet echt een welvaart brengen, daar zijn omstandigheden te bar en boos voor. Maar we kunnen wel voor de mensen die hier aan hechten om hier te blijven wonen, zeg maar de leefomstandigheden enigszins verbeteren. En dat willen we doen voor wat meer mensen dan we tot nu toe gedaan hebben. De bijeenkomst begint met een aantal ceremonies. De Hoogland-Indianen tonen zich zeer gastvrij. De bewoners zullen de kassen zelf moeten bouwen. Ze krijgen materiaal en technische assistentie. Hernán wil weten welke dorpen met Chacana hoeveel kassen willen bouwen. A ver, comunidad de Quebrada. 1, 2, 3, 4, 15, 40, 50. Y pegar pauta. ¿Están felices o no están felices con las cajas solares? ¿Pueden bailar ahorita o no?